bij weer een nieuwe vlog. En we zitten al meteen in de auto, samen met mijn ouders, onderweg naar het verjaardagsfeestje van mijn nichtje. Ja, taart. En er hoort slagroom bij. Lekker. Hij is een beetje op. Maar er is hier nog genoeg. Oh, dat, ja. Dat is meer wel. Ja. Zo. Ik zit al best een tijd in de trein. Het is zelfs al donker geworden buiten. Ik ben al een beetje moe. Bij de deur, dan is het wel wat meer geluid. Ik hoop dat jullie dat niet te veel horen, zeg maar. Ja, ik ben weer op weg terug naar huis, van Peppy af. Nou, het was best gezellig. Ik heb niet echt heel veel gefilmd, gisteren een beetje. Ik vind het ook wel weer lastig hoor, om te filmen als je bij iemand bent. Het is toch niet jouw eigen huis of zo, dus... Maar ik mocht er wel filmen, dus... Dat heb ik wel gedaan, maar ja, toch ga je niet de hele tijd met je camera in iemands gezicht lopen zwaaien dan. Ja, de eerste avond zijn we de kroeg ingegaan. En ja, toen had ik ook mijn camera niet mee of zo. Dat was op zich wel grappig. Dat is het eerste weekend voor carnaval. Terwijl wij zijn helemaal geen carnaval vieren, dus maar toch, we waren even de kroeg in. Gisteren gewoon een relax dagje gedaan, toen had ik al een dag geslapen, dus... En nu weer even vroeg op.
En ik heb eerst wat een uur nou gezongen of zo toen ik thuis kwam. Ik weet niet, ik had daar behoefte aan. Het voelt altijd zo lekker, gewoon bevrijdend en zo. Ja, in de trein en zo en in de bus ga je dat niet doen, want er zijn heel veel mensen. Dus dan ben je best stil en zit je stil. Dus als je dan thuis komt, dan heb je zoiets van dansen en zingen en muziek maken. En gewoon weer even la la la. En nou zo direct naar Zuidpost toe. Maar ik moet eerst even een andere broek aan doen, want deze mooie broek die ik zelf heb gemaakt, ga ik nu laten verpesten door allemaal zand en troep en zo. Dus even een oude spijkerbroek aan en dan gaan we maar weer. Eerst nog wat eten. Ik heb een lekkere koek gekocht onderweg. Ik dacht, ja, waarom iedereen wel en ik niet? Dat is eigenlijk een beetje raar. Andere mensen kunnen gewoon dat doen en op een of andere manier vind ik mezelf daar niet goed genoeg voor of zo. Dus doe ik dat eigenlijk nooit. Iets lekkers voor mezelf kopen. En nu dacht ik, ja, we gaan het gewoon doen. Bekijk het. En ik hoop dat ik al deze troep toch eens een keertje kan aanpakken. Dat het gewoon hier wordt zoals ik het zou willen. Gewoon zoals het in mijn hoofd zit. Dat ik alleen maar de mooiste spullen om me heen heb. Waar ik het meest een hart voor heb. En dat die andere spullen gewoon weggaan. Hopelijk lukt het. Onkruidwieden bij Zuidpost. En nu ziet het er weer zo uit. In plaats van zoals daarnaast. Tja. Nee, die is niet om op te eten. Nee, ik ook niet. Lumpia! Goedemorgen! Op de dinsdag. Yay! Nou, ik heb straks weer een gesprekje. Daar heb ik wel zin in eigenlijk. En vanmiddag wou ik mijn vlog verder werken. En dan hoop ik die vandaag af te hebben en online te zetten. Want anders duurt het weer te lang. En dan snel snel verder met het volgende. En vanavond weet ik nog niet of ik ga rennen. Want dan zou ik zelf moeten gaan fietsen, want mijn pa die is ziek, dus die gaat niet. Dus ik kijk nog eventjes hoeveel puff ik heb en zo. En misschien zit ik er net lekker in met die vlog editen. En dan ga ik liever daarmee verder. Dus we zullen het zien. Nou, het is alweer avond. Nou, ik heb dus een gesprek gehad. Nou, dat was wel interessant, maar daardoor moest ik dus wel eventjes even lekker veel opschrijven in mijn dagboek. En nu ben ik dus met mijn vlog bezig. En ik heb besloten om er niet te gaan rennen vanavond. Ik heb ook een beetje koppijn, dus. En ik heb liever die vlog af. Ik ga nog wel vandaag even mijn haar wassen, want het is een beetje vet.
Maar ja, nou heb ik even een bakje met spaghetti dat ik in de vriezer had in de magnetron gedouwd als eten. Dus dat ga ik zo opeten. En ik ga zomaar eens even mijn visjes ook voeren, want die zitten hier geduldig te wachten op eten. Een avondje editen met een glaasje port erbij. Wat drinken jullie eigenlijk van alcohol? Ik vind port best lekker, maar bier ook hoor. Hallo, niet echt een goede morgen of zo. Ik weet niet. Gewoon veel zitten denken. Ja, gesprek van gisteren, dat. Ja, daar denk je dan weer over en dan slaap je eigenlijk niet echt. Dus dat is wel vervelend. Want vandaag moeten we naar de ruilwinkel, maar tot nu toe heb ik nog niet echt de puff ervoor. Dat is een beetje jammer. Maar het is zoals het is. Maar ja, soms heb je gewoon dingen die je beseft of zo. Hoe dingen werken. Waarom je reageert zoals je reageert. En ja, het kan soms toch wel gewoon confronterend zijn. Maar ja, maar dus de dag beginnen. Hopelijk wordt het een mooie dag. En daar zijn we weer, terug van de ruilwinkel. Pff. Nou, het valt op zich met kou wel mee, maar het is vooral heel veel wind. Bleh. Nou, een handschoen met één hand uit. Lukt niet zo goed. Dan moet ik even overpakken. Ah, werkt toch nog best goed. Ik dacht, laat zien even wat ik mee heb genomen. Want ik heb er wat spulletjes meegenomen. Zoals bijvoorbeeld. Deze schoenen heb ik meegenomen van de ruilwinkel. En dat zijn met plateauzolen. Cool. Dat vind ik altijd heel leuk. En dat hele schattige houten bakje. Dat dacht ik, hey, dat kan ik misschien op mijn tafel leggen waar mijn stenen liggen. Dat is iets groter dan die ander. En een leuke douche. Met allemaal veertjes. Die vond ik wel heel mooi. En deze pet. Staat best goed, toch? Maar ja, dat is nu niet voor nu. Meer voor in de zomer. Dat je dan een beetje schaduw op je kop hebt. En dat was het wel weer. En ik had dus allemaal dingen meegenomen om in te leveren. Van vesten en zo weer. Want ik ben een beetje mijn veste plank aan het opruimen in mijn kast. En dan de rest van mijn kast. Dus ik heb nog best veel te doen. Want ja, het pijlt een beetje uit. Dus er moet echt wel wat weg. Maar ja, dat komt nog. Nu ga ik sowieso even de pizza's in de oven douwen. Want Siep zou waarschijnlijk straks ook komen. En dan gaan we even lekker pizza eten. En daarna ga ik weer verder met mijn vlog editen. En dan hoop ik dat ik hem af kan krijgen. Want ja, gisteren ging het gewoon niet zo lekker. Pff, voelde me gewoon ook een beetje bleh. En nou voel ik me alweer een stuk beter. Sociaal gewoon met ruilwinkels zijn en zo. Het doet altijd wel goed. Top. Zo slapen. Dus wij gaan naar boven. Nou, tot morgen. Vlog is af. Jee, wel eind januari al. Dat is een beetje jammer. Het gaat niet heel rap met dat editen. Zeker niet als je dan bij één zo'n vlog zoveel materiaal hebt.
je zoveel moet knippen om er een beetje niet een te lang verhaal van te maken. Maar ja, hij is eindelijk af. Dus ik ben wel blij om. En de nieuwjaarsvlog zal ook wel lang zijn. Dus die zal ook nog wel heel veel werk zijn. En daarna is het weer iets rustiger. Dus dan hopelijk gaan die vlogs iets sneller. Want ja, ik wil wel ooit een keer bij zijn. Zou wel fijn zijn. Nou, we zullen het wel zien. Wow, mensen, moet je die lucht zien? Ik weet niet of het goed overkomt, maar dat is echt knalblauw. En daar is het echt super rood roze-achtig. Wauw. En achter is het ook al zo mooi. Wow. Echt, wat een mooie lucht hier. Bizar, die kleuren. Welkom op de vrijdag, mensen. Kijk, ik dacht ik laat weer zien wat ik aan heb. Ik heb echt een super mooie rok aan, vind ik zelf. Die komt bij de ruilwinkel vandaan. En ik heb echt een mega pukkel op mijn hoofd, dus dat is een beetje minder. En ik ga vandaag maar weer eens met de volgende vlog alvast beginnen, want anders loop ik toch te ver achter. En ik ben even mijn kamer aan het luchten, ramen open en zo. Beetje aan het schoonmaken. Ja, dat is een beetje aan het doen op de vrijdag. Hey, daar ben ik weer. We hebben vandaag, Sybren en ik, samen weer wat sauna's geboekt. Met deze actie van de Albert Heijn. Dan krijg je het tweede kaartje gratis, dus dat is wel lekker. En ja, want we hadden het goede voornemen om dit jaar vaker naar de sauna te gaan. Dus dat gaan we natuurlijk ook doen ook. En ja, ik ga zo maar eens even eten, want ik ga zo weer naar de Aikido. Mijn vriend gaat niet mee, want die voelt zich een beetje ziekig. Dus die is nu bij zijn caravan gewoon een beetje rustig aan en doen. Gaat gewoon lekker vroeg naar bed. Ik ga wraps eten. Yay! En eerst ga ik guacamole met avocado maken. Guacamole. Mijn batterij is bijna leeg. Ik ben weer terug van Aikido. Nou, het was best lekker. Ik ben wel een beetje moe. Ik heb ook een beetje koppijn en zo. Dus ik hoop niet dat het net zo ziek wordt. Kijk, ik heb mijn aanpakkie nog aan, zeg maar. En is dan alweer het einde van deze vlog. En morgen gaan we trouwens naar de Tuintuurclub. Dat is ook een clubje van Ed. Ed heeft twee clubjes. Eén is dus de Kijkersclub en de andere is de Tuintuurclub. Dat is dus de laatste van de maand en de eerste van de maand is dat. Dus daar gaan we morgen heen. Dus dat is wel leuk. Maar ja, dat zien jullie dus in de volgende vlog. Nou, als jullie deze vlog leuk vonden, doe een duimpje omhoog. En ja, wil je iets, heb je iets op of aan te merken of wil je iets leuks zeggen of wat dan ook... Of wil je me iets vragen? Dat kan natuurlijk ook. Laat een reactie hieronder achter. En als je nog niet geabonneerd bent, ja, druk even op de abonneerknop. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer.